Ik heb twee nieuwe gasten. Duiken we even in twee andere onderwerpen. Want ja, je wil jezelf natuurlijk ook goed neerzetten. Als je eenmaal in dat gesprek zit. In die sollicitatie. Hoe bereid je je daarop voor? Nou, dat zijn uh, de antwoorden die mijn volgende gasten kunnen geven. Want we kwamen op die, ja, die top drie van uitdagingen. die jullie zelf hebben aangegeven: presenteren, verkopen van de juiste kwaliteiten. Schrijven van een goede motivatie. En de baan vinden die bij je past. En dat is belangrijk. Je moet iets zoeken wat bij je talenten past. Um, Anton. Ik ga daar met jou over spreken. Jij bent interstudent. J jouw Klopt. functie zelf, wat houdt dat precies in? Um, ik werk in Amstelveen en Haarlem en uh, Amsterdam. En ik zoek voor uh, uh, bedrijven het juiste personeel. En voor uh, mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging of mensen die op zoek zijn naar een eerste baan, uh, ga kijken wat ik kijken uh, ja, of ik die geschikte baan kan vinden. Ja. Nou, welk type medewerker uh, zoeken bedrijven op dit moment zo'n beetje? Uh, proactieve mensen, gemotiveerd, enthousiast. Uh, eh, dat zijn de belangrijkste zaken. Uh, daarnaast hangt dat gewoon heel erg van het profiel af. Ja. Uh, welke werkzaamheden worden gevraagd. En uh, daar gaan wij naar op zoek. Dan hadden we het net al even. Uit belangrijke ingrediënten voor jullie om ook te gaan kijken. van joh, Is iemand geschikt voor die baan? Zijn de competenties? Net bij het LinkedIn profiel en dan, dan noemen we het skills, maar mm. het komt natuurlijk met elkaar overeen. Hoe, hoe weet ik nou, zeg maar, wat mijn talenten en, en competenties zijn als ik nog maar weinig werkervaring heb? Ja, uh, ik kan me voorstellen dat je, dat je die vraag hebt. Uh... Competenties, skills, vaardigheden, talenten, die hoef je niet alleen te halen uit je werkervaring. Die kan je ook halen uit uh, de sport die je beoefent. Of uit uh, levenservaring. Een ja. voorbeeld wat je net gaf. Uh, he? Organiseren als je goed bent in het organiseren van feesten ja, uh, ja, ja, bij, de, ja. Ja, bij je sport. Ja. Dan is plannen en organiseren iets, uh, iets wat wellicht bij je past. Uh, hey, als jij het leuk vindt om een teamverband te werken, of uh, behoef jij liever een sport zelfstandig. Uh, haal jij heel veel energie of voldoening uit het uh, behalen van resultaat. Nou, wellicht is dan een salesfunctie iets voor je. Uh, dat soort voorbeelden kan je ook uh, uh, ja, steeds concreter maken wat voor functie ja. zou eventueel bij me passen. Als je dan in beeld hebt welke ta talenten uh, uh, je hebt, zeg maar, hoe bepaal je dan nog met welke baan die matchen? Want er zijn natuurlijk ook banen die heb je helemaal geen idee van hoe dat nou, uh, wat precies voor die baan belangrijk is. Nee, of specifiek klopt. aan klopt, competenties. Klopt. Nou, dat maakt het al iets concreter. Je kan uiteraard ook aan je omgeving vragen. Van, hè, hoe zie jij mij? Uh, wat kenmerkt mij? Uh, een persoonlijkheidstest kan daar ook aanvullend op zijn om je daar nog een beter beeld van te geven. Uh, ga gewoon kijken wat is er beschikbaar op de markt. Wat voor vacatures zijn er? Schrijf dat vervolgens op welke werkzaamheden eventueel interessant voor je uh, kunnen zijn. Dat maakt voor jezelf steeds concreter wat eventueel een functie is of wat werkzaamheden zijn die bij jou uh, kunnen passen. En uh, wat eventueel een, een mooie uh, functie is voor in de toekomst.